morning. Spannende ochtend, want vandaag vertrekken onze Belgian Cats naar het EK in Israël. En voor twee van die poesjes voorzie ik vanmorgen speciaal luchthavenvervoer. We zijn in Ypres, de wereldhoofdstad van het basketbal. Mijn kijkzijde, het is super lang geleden dat ik ze heb gezien. Schattig. Emma is nog even salut gaan zeggen bij haar opa, voordat ze vertrekt. Zeg je een goede chauffeur? Ik ben echt een goede chauffeur. Oké. Okay. Ypres zeg, I love it in de ochtendspits. Altijd als ik in België ben, ben ik hier. Het is een wereldstad voor mij. En wat is dan het eerste wat je doet als je thuis komt? Ja, dat hoeft niet iets speciaals te zijn, dat is gewoon het gevoel van thuis zijn. Ja. Dat ik het meeste mis dan in het buitenland. Maar ja, sowieso mijn metekindje zien, ja, mijn beste vriendin. Uw opa? Mijn opa. Dat is vanzelfsprekend. Ja, hij woont naast ons, dus dat is... Je wou hem daarnet ook nog even salut gaan zeggen, hè? Ja, en ook hem ja, geruststellen. Ik vind graag dat ik weg ben. Ik denk in de hele wereld is er iemand dat ik, één iemand die niet wil dat ik basket. Dat is mijn opa. En waar is hij dan ongerust over? Dat we buiten Ypres zijn en niet thuis. Ja. Volgende stop. Deerlijk, de andere wereldhoofdstad van het basketbal. En daar pik ik op. Koekoe! Ben je er klaar voor? Helemaal, helemaal. Hoe is het? Goed? Mega lang geleden. Ja, amai, je ruikt. Keigoed. Merci. Ja, heerlijk. Dat is de basis, dat is de basis. Allemaal bestaan. Ik heb vooral honger. Is het echt? Ja, het is echt. Dat komt enorm goed uit. Stap maar in, er zit er al eentje in. Hunda! Ja. Hunda! We gaan naar de luchthaven, maar het is nog vroeg. En het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Daarom heb ik, om jullie in de juiste sfeer te brengen, echt een zotte ontbijtbox geleverd. Oh, lekker. Met de groetjes van de vrienden van Bokkertof. Amai. Ja, die maken echt het zotste Israëlian food. Ja, wat? Oh. Oké, dus dat is in orde? Het is mega in orde. Ook dat is dik in orde. Goed, dan kunnen we vertrekken. Mm. Hoe is het met jullie? Supergoed. Want met Emma hebben we al kunnen inpraten, hè? Ja, met mij heel goed. Zeg, jij laat het smaken, hè? Wat zit er allemaal in eigenlijk? Hummus. Olijven. Een soort yoghurt, denk ik. Is dat yoghurt? Ah, dat is die lap, nee. Dat is lekker. Ah, dipyoghurt. Dat mag zeker kunnen dippen. Is dat iets voor u, Emma? Zo andere... Is dat iets voor u? Ja, zo al die... Ja, zie maar. In België ga ik nooit iets anders proberen. Maar vanaf dat iets van het buitenland is of zo, ga het proberen. Ik ben daar slecht in, hè. Ik val altijd terug op de ding dat ik... China. We zijn wel niet naar China geweest. Dat blijft helemaal. Je dat Jules de hele tijd rijst eten, hè. Ja. Rijst en noodles. En we zijn toen ook een keer naar Japan geweest. En we zijn door iedereen had daar sushi en ik had al nuggets besteld. Zeg, en het EK, jongens. Wat mag ik daarvan verwachten? Wat gaat dat geven? Het is stoomvonken. Er wordt wel wat van jullie verwacht of zo, hè? Er wordt toch wel naar jullie gekeken ook. Maar ik vind dat chic. Ik vind dat tof. Want dat hebben wij ook zelf afgedwongen om zo hoog gerankt te zijn. Ja, want tegen wie moeten jullie spelen? Israël, Italië. Tsjechië. Tsjechië, ja. Qua kleurenadvies kan ik wel zeggen... brons, dat staat jullie prachtig. Dat weten we nu. Maar ik zou zo een ander tintje zou ik wel een keer tof vinden. Ik kan dat ook tof vinden, Lente. Gewoon voor de verandering. Gaat met dat brons. Gaat met dat brons. Maar ja, bon. Maar gewoon al een finale. Jawel, ik ging verstaan. Een finale zou mooi zijn. Ik ga altijd voor het hoogst mogelijke. Maar altijd volgens mijn eigen motto van ja, stap per stap. Omdat ik ook al gezien heb in het verleden. Je kunt al babbelen over een finale, over een medaille. En als je bezig bent met dat in je hoofd en heb dan een pechdag. Kan het ook al gewoon gedaan zijn. Dus. Ja. Ik ben een dromer, weet je. Let's go. Let's go. En hij tegen de lamp loopt en we loopt het tegen. En we starten over. Nee, dat is, maar dat is mijn motto. En mijn is kalmer. Ik ben zo, weet je, let's go. Balans. Ja, balans, balans, inderdaad. Ja. Ik ben, ja, dat is wie dat ik ben. We hadden een match, ik en Kiki. We hadden een match in Frankrijk. En we zagen dus dat jullie al in Servië zaten om die oefenwedstrijden te spelen. En ik zag het tegen Kiki. Zijn ze nu wel een keer benieuwd of dat Emma dat al nog gaan meedoen? Want ja, dat is eigenlijk ook al een lang seizoen geweest. Ze moesten toch ook een beetje rusten. Hé.
ik heb niet alles gewonnen. Ze waren hier toch wel, hey, ze zaten wel gewoon een keer naar de Malediven door gaan platleggen en een keer gewoon zeggen, I've done it all. Hey. Hey, MVP, Euroleague gewonnen, League gewonnen. Madame, en Kortrijk, de eerste training, aanwezig. Zeg, dat bestaat hier nu toch niet. Maar dat is Emma en dat is zo mooi aan haar. Mijn papa zei dat ook een paar dagen geleden. Zo van, dat is chique, Emma. Ze hadden nu helemaal meegedaan, dat is chique. En dat is ook gewoon zo. Dat is, ah, ik vind dat machtig. Hij geniet daarvan, als dat nu in Kortrijk is. En met al die jonge meisjes die daarmee doen, dat maakt jou geen fluit uit en je doet je verder. En ik vind dat zo chique. Hij is zo'n voorbeeld voor zoveel meisjes, maar ook gewoon voor... Allee, je hebt alles gewonnen dat je maar kan winnen. Ja, behalve dan, let's say, met de nationale ploeg. Dat is nog wel. Voilà, maar het verandert jou niet als persoon. En je werkethiek blijft hetzelfde. Als je wordt nog honger, je krijgt nog meer honger. Je wil alles. En dat is veel beter. Ja, wat ik ook zo tof vind aan jullie allemaal trouwens, is dat die nationale ploeg, die Belgian Cats, dat is niet zoiets wat jullie er zo maar wat bij pakken. Van, ah ja, we gaan dan nog ons verplicht nummerke gaan doen voor ons land. Integendeel, ik heb juist het omgekeerde gevoel dat dat bijna belangrijker is dan jullie andere competities. Ik denk ook gewoon omdat de kinderdroom daar allemaal op gebaseerd waren. Oké, je droomde wel zo van WNBA en weet ik veel, maar de grootste droom was nog altijd van met de Cats een EK te doen, een WK, een Olympische Spelen. Ja, ja. Als je zo echt... kindjes tegenkomt, ja, mijn droom is niet per se profbasketter, dat wij vroeger zijn, maar is een Belgian Cat geworden. Ja. En dat vind ik super mooi. Ik heb nog nooit via hier naar Zaventem geweest. Ik wel, dat is dat stukje hier via Koekelberg. Ja, dat is, ja, dat is ook het afsnijstukje. Ja, als, maar scheet in een netzak. He. Het is hier ook file. Dat zijn van die trucjes van de voren van Wees. Ja, dat zou wij aan, ja. Wat is dat, Gelinde? Topchauffeur. Ja. Zeg, excuseer? Topchauffeur. Dank u. Geen klachten. Hallo. Hallo. Hey. Hoi, hoi. Hallo. Eva. Hi. Oh, this is so long ago. Hey. Ça va? Oui. Hi. 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 Hey. Zeg, groetjes. Doet goed. Ja. Pak het, hè. Yes. Pak het, hè. Zoals dat je zei daarnet. Dat was hem. Kans rijden met twee. Goed. Doei.